Hallo Black Legion, ik ben Max en welkom bij een nieuwe video van mij. In deze video ga ik het hebben over een onderwerp genaamd Skyrim. Ik ga het hebben over een van mijn favoriete games. Het is wel Battlefield 3 gameplay, maar oké. Ja, ik wil het even hebben over die game en uitleggen waarom ik die game zo fantastisch vind. Nou ja, fantastisch. Ik vind het een van de beste games die ik ooit heb gespeeld. Waarom? Ik zal het je precies uitleggen. Ten eerste, bij elke game zit een soort van sfeer. Zoals bij Battlefield 3 heb je een soort echt een army sfeer, echt dat je in een leger zit. En bij Need for Speed heb je bijvoorbeeld dat je echt racer bent ofzo. En bij Alan Noir vind ik ook een van de mooiste, maar een van de leukste games die ik heb gespeeld. Daar heb je het gevoel dat je echt een detective bent. En dat vind ik gewoon fucking leuk, want ik belaat ook bij de politie, dus daarom vind ik het leuk. Maar terug naar Skyrim. Ik vind Skyrim dus wel leuk, omdat ten eerste het is een hele leuke aparte sfeer. Het is een beetje geschiedenis, maar toch, ja, het heeft zijn eigen geschiedenis. En alles wat je doet in die game heeft effect, echt alles. En ja, je kan later nog bij dingen terugkomen. En het is iedereen heeft zijn eigen aparte verhaal in één game. En dat vind ik zo knap eraan. Je hebt ook gewoon games en dan zit je bijvoorbeeld tussen twee muren in, zoals Max Payne 3 of zo. Dat is een verhaal wat zichzelf vertelt. Of ja, wat het is ook wel een hele goede game, hoor daar niet van. Maar het is een beetje een... het goede woord voor vinden hoor. Een normale game, zeg maar. En Skyrim heeft iedereen gewoon een ander avontuur. En ik heb ook wel eens gehad dat ik bijvoorbeeld even denk van heel even Skyrim spelen. En dan ben ik al 4 uur later, ben ik nog steeds bezig. En denk nog steeds heel even Skyrim spelen. En zoiets is echt een hele goede game, vind ik. Iets waar je gewoon in weg zwijmelt, zeg maar. En net zoals Lord of the Rings films, het is gewoon fucking vet. Omdat je wordt meegezogen in die wereld en... Dan ga je gewoon een soort van die wereld dromen en... niet dromen, maar ik bedoel, ja... Het is gewoon fucking vet en je leeft gewoon, laat ik het zo zeggen, je leeft mee in die wereld. En dat vind ik er zo mooi aan. En ja, het is gewoon fucking vet gedaan. Alhoewel op de Xbox en PlayStation 3 zijn volgens mij wel fucking veel bugs, maar... Ik heb daar eigenlijk niet zoveel last van, vind ik. Ik heb alleen bij de, DLC? Hardfire heette het voor mij, dat was dat je huizen kon bouwen. En ja, omdat ik heel veel Skyrim heb gespeeld, dan heb ik nu de glitch dat als ik in huis loop, dat het soms vastloopt. Maar ja, als dat het enige is, dan blijf ik de game gewoon spelen. Ik ben ook vooral gespecialiseerd in mijn crossbow of mijn bow and arrow ding, hoe noem je dat? Archery, dat is tot 100, dat heb ik level 100. En mage heb ik heel weinig, omdat ik geen mage ben. Ik vind het ook niet echt fijn om mage te zijn. Omdat, ja, je kan van ver afstand kan je niet echt veel doen. En van dichtbij kan je ook niet veel doen, want dan word je gid, dus het zit er ergens tussen. En ik heb gewoon liever... Ik heb, Chillrend gebruik ik als wapen altijd. En, Bow and Arrow gebruik ik vroeger heel veel. Daarom heb ik ook tot 100. En ik heb nog geen Deidre Armor gehad en zo. Terwijl ik toch fucking veel heb gespeeld. Maar ik heb vooral veel nieuwe accounts aangemaakt en zo. En ik vind het gewoon een mooie game... Oh, sorry, ik zal tegen de microfoon aan. En ik vind het gewoon een mooie game omdat stealth daarin ook echt leuk is, vind ik, om te doen. Je hebt, het is een aparte manier van stealth, vind ik, soort van, ja... Toch wel. En ik zie dat de game bijna ten einde is. Trouwens, dit is Caspian Border weer. Het is niet echt een jet gameplay. Maar het is een beetje een gefaalde gameplay. Maar ja, morgen weer een video van 7 minuten. En dit was gewoon een korte video omdat het niet echt een goed onderwerp is. Dus morgen zien jullie gewoon weer een video van 7 minuten volgens mij. En dan heb ik wel weer een normaal onderwerp. Laat ook even in de comments weer een paar onderwerpen achter. Want ik raak op een gegeven moment uit onderwerpen. Dus laat achter en dan zien jullie mij morgen weer met een nieuwe video over mij. Ik zeg doei, Otmoen. Of tot morgen. Doei.